Zeker, goedemorgen. Je mag het ook zeggen. Ja, dat kan gezegd, maar je nam nog niet op. Nee. Goedemorgen, zeg ik dan. Welkom bij de laatste vlog voorlopig. In ieder geval, ja, dat klinkt zo dramatisch. Het is niet de laatste vlog, maar de laatste dagvlog. Wij zijn nu, waar rijden we nu? We zijn bij de afval. Lekker rustig trouwens. Ja. We moeten heel veel karton weggooien, zoals ik al eerder liet zien. Op kantoor stapelt het zich op. Waar is karton eigenlijk? Ja, goede vraag. Waar is karton? Hout. Kom, we gaan een rondje rijden. Hout. We zoeken naar kantoor. Kantoor. Hier is hout. Waar is karton? Karton weg. Karton. Of afval. Papier karton. Waar? Waar die meneer staat. Oh, piepschuim staat daar. Piepschuim. Wat anders dan karton, hè? Oh my god, wat de heck? Dat is papier karton. Dan hadden ze daar toch moeten gaan staan. Oh, papierkarton. Ja, wauw. Papierkarton, ja. Wauw. Dus het is gewoon waar hij had moeten zijn. Dan reed je weg. Maar oké. Okay. We gaan even dus karton weggooien. En dan gaan we de hele dag, of tenminste, hele ochtend, middag, beginmiddag, op kantoor werken. Want de kids zijn er niet en daar gaan we zwaar gebruik van maken. Ik heb heel veel te doen. Waaronder mijn social media manager ontslaan. Ja, klinkt hard, maar heftig. Het is wel iets wat moet gebeuren. Heftig. Ja. Ja, ik ga beginnen. Ja, doe maar. Moet ik helpen? Nee. Mijn nagel is aan het herstellen, dus ik kan het niet riskeren. Nee, doe maar niet dan. Maar kijk maar even hoe ik het doe en geef aanwijzingen. Daar hou je toch van? Ja, doe dat. Zeker. Dus nou is van mensen die allemaal op straat vliegen. Ja? Ja. Oh. Ja. Oké, je hebt echt geen hulp nodig? Nou, wat heb je zo? Je bent zo vies. Op kantoor. Hoe? Kantoor. Kantoor? Kantoor. Zo zegt men het, hè? Op kantoor. Ja. Met O aan het eind. En ik heb dit hier. Dit zijn jerseys. Die ga ik laten bedrukken voor de fotoshoot. 6 december hebben we een fotoshoot. Waar ik overigens ook ga filmen. Voor Canessa. Het is een campagne wat ik met Amerika voetbalspelers wil doen. En dit zijn Amerika voetbal jerseys. Meer daarover natuurlijk op 6 december. Dit. Dit is een BH. En dit is gewoon een set. BH en een set van het merk waar ik mee samenwerk. Toevallig hebben ze me ook nog gevraagd als model. Hoe toevallig is dat, hè? Ik word gewoon betaald als model om gefotografeerd te worden in hun setje, zeg maar. Dus dat ga ik mee aan de slag woensdag. Woensdag moeten we dat even doen. Zijn we thuis met de kids, hè? Ja, dat gaan we woensdag doen. En dan heb ik hier allemaal setjes. Ja, het zijn geen setjes. Het zijn gewoon losse BH's. Kijk dan hoe mooi dit is. Maar dit zijn allemaal losse BH's waarvan ik overweeg om het in februari dus op mijn webshop te lanceren. Want ik, zoals ik al zei, ik ga ook normale lingerie doen. En ik ga starten met eerst BH's en dan onderbroeken eventueel. Of samen, kan ook. Maar ik ga deze even laten zien. Even uitpakken. Je vindt van wel. Ja, maar hoe handig zijn deze kleine bakjes? Ja, fantastisch. Dat we die hadden. Dietproof. Ja, je kunt er wel drie of vier nemen natuurlijk. Ja, maar dat doe je niet snel, want dan moet je warm maken en dan zit je vol. Ja, ik ga proeven. Ja, proef jij eens even. Nou, het smaakt niet typisch naar lasagne, dus dat vind jij goed. Dat is een opmerking. Ja, want jij bent niet zo'n lasagne fan. En dit smaakt niet typisch naar lasagne. Dus. Deze man. Ja. Deze man is naar huis gereisd om deze lampjes aan te zetten. Daarvoor. Goed. Oké. Voor de kids, hè? Uh-huh. Speciaal voor de kids. Die er niet zijn. Ja, bedoel je, die zijn bij oma. Zegt, wow! Lamp aan. Doe het dan. Lamp aan. Duckfood. Of jij komt met. Of jij komt. Ja! Die vind ja. Oh. Dit vind ja! Ja! Nog een keer? Ja! Ja! Oh, dat kan maar zo net even. Ja, Wally! Laat maar los. Kom in. Ja! Waar zijn we, Memf? En jij waar? We zijn bij de Rotterdam Ravens! Mooi,
blij, hè? Kinderen. Die is met alles blij. Ja. Yeah. Ja, zo. Nou, weet je, als je het niet heel erg vindt, doe dat maar niet, want ik heb al eerder gezegd, ga gewoon door, hoor. Ik mag ook dansen. Serieus, bij een beat drop gaan mensen dansen. Jij gaat klagen over dat de boksen naar de kloten gaan. Ja, jij wat sloopt de heck? Dat hele ding, ja. Waar zijn die dingen voor gemaakt? Nee, niet om te slopen, juist door die hele beat. Deze muziek is niet goed voor de speakers. De kinderen zijn helemaal uitgeteld. Kijk, Mev. Die heb ik zo naar binnen moeten tillen. Ik heb trouwens de Queen Jogger aan vandaag. Hij is ook vandaag online gegaan. Live gegaan op de webshop. Nu verkrijgbaar is de laatste item uit de African Collection. En ja, dus als jullie deze vlog kijken is hij al lang online. Maar goed, ik heb dus de eerste bra aan. Hij is doorzichtig, dus ik hou een beetje, ik cover een beetje. Maar ik vind de bovenkant vooral echt geweldig. Nou, dit is hem dan. Laatste vlog, dagvlog in ieder geval. Ja, wat zit je aan het kijken? Ja, dat is een memorabel moment, toch? Ja, jij bent blij dat ik hiermee stop, ja, dus geef maar toe. Ja, zeker. Maar goed, waarom eigenlijk? Omdat ik vind dat je er te veel tijd aan kwijt bent. Ja. Maar dat ga ik niet weer uitleggen, want dat heb ik al vaker gedaan. Dan krijg ik erbij dat ik het te vaak vertel. Dus klaar. Nou, dat is de afsluiting van Remco Koerman. Nogmaals, het is geen afscheid, want ik ga gewoon door met vloggen, maar dan specifieke dingen. Zoals van de week, tenminste deze week, als jullie kijken, deze week is ook nog Thanksgiving. En voordeel is wel dat je niet heel lang hoeft te wachten op de video, want donderdag is Thanksgiving. En dan, als jullie kijken is het al geweest. En dan gooi ik het tegelijk op, een paar dagen daarna, dus dat scheelt dan wel weer. Maar voorlopig is het even klaar met dagvlogs. Ik ga wel meer op Instagram plaatsen. Dus als je dat wil zien, ben je natuurlijk welkom op mijn Instagram. En ik zou zeggen druk op het belletje. En alleen al dit jaar, 2020, is er best veel te filmen. Zoals ik zei, Thanksgiving. Nieuwe lancering. Nee, dat gebeurt niet dit jaar. Wat hebben we eigenlijk? Ja, Thanksgiving dus. Thanksgiving, ja. Nee, kerst, Mem's verjaardag, nieuwjaar, Remco's verjaardag. En het werken natuurlijk aan een nieuwe collectie. Hopelijk kan er iets met QFL gebeuren, wat ik ook kan delen. En FitVet is vrijdag. Eerste les begint dan weer. Dus al met al echt wel genoeg reden om te blijven kijken, om in de gaten te houden. En anders sowieso op Instagram. Daar zal ik kijken of ik wat meer filmpjes kan plaatsen. Dus nou, bedankt in ieder geval elke keer voor het trouw bekijken van mijn vlog. Mijn dagvlogs en mijn weekvlogs. En ik kan nooit iets afsluiten. Ik vind dat heel lastig. Ja? Ja, ik kan gewoon iets niet afsluiten. Ik zie je wel weer. Zo denk ik erover. Dus ik zie je wel weer. Doei!